We staan bij een gigantische plataan op de Klokkenplas. Maar die jury heeft deze boom als Overijsselse inzending gekozen. Deze boom maakt kans om landelijk boom van het jaar te worden. En dat komt door jou. De verkiezing boom van het jaar is eigenlijk een landelijke verkiezing waaraan alle provincies meedoen. En wat heel raar was, is dat Overijssel heeft nog nooit een inzending gedaan voor boom van het jaar. Ja, alsof er in heel Overijssel geen fantastische bomen staan. Dit is een boom die op de lijst staat van de monumentale bomen van Nederland. De Bomenstichting die dat geïnitieerd heeft, ja, die is al een paar keer expres in Twente wezen komen kijken, omdat wij zo'n rijkdom hebben aan bomen. Het is de laatste boom uit de tuin van de Villa van Heek. Er was een hele grote tuin, we noemen het een tuin, maar als je oude foto's ziet, dan was er hier 100 jaar geleden nog een bos. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2023 ziekte in die boom geconstateerd. Malaria, dat is een ziekte die als je een goede bomendokter laat komen, ja, dan, en je laat, en die doet zorgvuldig zijn werk, dan kun je die boom behouden. En zoals ik deskundigen begrijp, als je hem goed laat snoeien, ja, dan kan die nog wel 150 jaar mee. Kunnen we dat zien in de boom? Kun je dat die malaria heeft? Ja, dat kun je zien. Kun je dat laten zien? Kunnen we er even naartoe lopen? Ja, je kunt het laten zien. Ik dacht dat het een erger ziekte was, maar ja, hier. Hier, kijk eens. Ja, ik zag hier boven ook allemaal bloedingen. En ik zag op een gegeven moment ook een soort UFO boven in de boom zitten. Hoveniers en tuinmannen en de hele sector weet dat, ja, vroeg of laat, ja, krijg je dan spontane takbreuk. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat er iemand hier langs fietst, ambtenaar of zo, een tak op zijn kop krijgt. Nou ja, dat willen we natuurlijk niet. Doe tot slot dan nog even een oproep in de camera om wat stemmen te charteren, heel kort. Ik sta hier onder de eerste boom van Overijssel die genomineerd is voor de verkiezingboom van het jaar. Bij de verkiezingboom van het jaar gaat het niet om de boom, de mooiste boom, maar het gaat om de boom met de meeste verhalen. En ik ga ervan uit dat er heel veel mensen zijn in Twente, in Enschede, in Overijssel en de rest van het land die wel een leuke herinnering aan deze boom hebben. En dus ik zou zeggen, iedereen stemmen en iedereen... Iedereen stemmen. Die boom is van iedereen. En er moet een bomendokter komen. Ja.